Jullie doen een aantal regio's aan waarvan de eerste meteen heel gezellig is. Landgraaf. Hou op hoor. Hoe is jullie Limburgs? Landgraaf. 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 Maar natuurlijk rijden jullie in stijl naar je bestemming. Om de hoek staat jullie vervoer. Ik wens jullie vast heel veel plezier. En tot straks in Limburg. Lies Monique, Nationaal Autosport. Vreselijk. Wat een kleur in. Landgraaf. Zullen we gaan, schat? Ja. Zin in? Nee. Ja, dat scheelt. We gaan er wat van maken. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd, schat. Het Alzheimer Fonds Nederland heeft namelijk een test of je Alzheimer hebt of niet. Die test wil je met mij doen. Zullen we dat eens doen? Gewoon. Zich feiten herinneren over familieleden of vrienden, zoals beroepen, verjaardag of adressen. Kan dat beter of is dat heel slecht? Dat weet ik uit mijn hoofd. Dus dat is oké. Ja. Zich herinneren wat pas geleden gebeurd is. Het ligt aan wat? Dat ga je naar gisteren, ga je naar van de week. Stel, er is geld overgemaakt door de bank. Die score is 100%. Nieuwe dingen leren in het algemeen. Dat is een nul. Beslissingen nemen over alledaagse dingen. Nul. Geldzaken regelen zoals het pensioen en bankzaken. Dat is een plus 20. Dus kom maar toch nog goed uit. Nou, je hebt 51 punten. Je mocht 52 hebben. Dus ik vind het knap. Ik vind het net aan. Jongens, laten we er niet mee spotten. Want het is heel erg, die ziekte. Nee, nou, ik hoop dat ik op één vlak echt Alzheimer krijg. En dat is op jouw vlak. Dat ik jou zo snel mogelijk uit mijn geheugen gewist heb. Als ik 75 ben, dat ik niet nog geterroriseerd word door al die vreselijke dingen die we hebben meegemaakt. Nou, honey. Hè? Oude kwiltijger. Kwiltijger ook gewoon. Ja. Dan gaan we lekker kwillen. Lekker kwilten. Ja. Elk wat kwilt is het. Hallo. Welkom. Wie Gordon. Welkom. Dit is Harry. Bij de kwilthoeven. Nou, kwilt wel een keer proberen. Nou, heel goed. We zoeken een leuk lapje uit. Ja. En waar komt het vandaan allemaal, het Lapland? Ja. Dan zetten we het vast met een paar speldjes. Alsjeblieft. En dank u. En dan heb je eigenlijk deel 1 van zo'n blokje. Mooi hoor, dat wil ik ook wel eens proberen. Nou, dat gaan we doen. Even een leuk stofje zoeken. Het is overal goed voor. Wat een priegelwerk. En hoe kleiner de steekjes, hoe beter. Kan ik ook een steek onder water doen? Ja. Ik ben zo bang dat als ik mezelf prik, ik 100 jaar slaap. Nou, daar zou je een hoop mensen plezier mee doen. Zijn er wel eens mensen die hier ook terugkomen voor deze cursus? Ja, een heleboel. De lapjes aan elkaar zetten, dat is eigenlijk het leukste werk. Is dit het leukste werk? Ja, dit is het leukste werk. Ja. Wil jij dus doen met je worstenvingers? Nee, ik vind het verschrikkelijk dit. Echt. Ik zou het niet een minuut geduld heb ik ervoor. Jij vond het niet leuk, hè? Nou, ik vind het fantastisch dat het voor die mensen leuk is. Maar wat heel mooi aan jou is, dat je dat niet laat merken. Nee. En dat vind ik heel prachtig. Nee, je mag van mij nog een sprei gaan maken, jongen. Echt, hoe meer, hoe beter. Ja, ik maak nog één lijkwaarde, maak ik. En die is niet van mij. Turijn, ja. Die is van jou, ja. Dat als ze die over 300 jaar vinden, dat ze zien dat jij het was. Aan die lelijke puntsmoel van me. Kijk dan, een like zonder hart. Zie je maar, oh jezus, ik was hier nog niet geweest. Nee. Het was waarschijnlijk ook de eerste en de laatste keer dat je hier bent. Het lijkt wel een museum. Ja. Maar wel mooi zeg, hé zo. Het is gezellig toch? Ja, hartstikke leuk. Maar dit kan natuurlijk niet. Zoek de verschillen, zou ik zeggen. Geile beer en een ijsbeer. Prachtig dat ding, zeg. Maar vind je het niet eng? Nee, ik vind het niet eng. Nou, ga zitten, want we moeten door, schat. Nou, kan ik nog even een kop koffie krijgen voordat we weggaan? Nee, want we zijn hartstikke laat. Nou, we gaan die laatste grafreis heen. Loods het in mijn schoenen. Maar goed, we doen het voor de oude. Lieve mannen. Goed, jullie gaan voor de laatste keer dit seizoen op pad. Het is voor jullie allebei natuurlijk ontzettend balen dat het er bijna op zit en jullie elkaar straks niet meer zullen zien. Goed, vandaag gaan jullie naar een bijzondere locatie in Noord-Holland. Ook daar is er grote eenzaamheid onder de ouderen. Jullie gaan ze helpen om ze via een hobby aan nieuwe vrienden te komen. Ik wens jullie vast heel veel plezier en succes. Tot straks, rij voorzichtig. Een dikke kus, Monique, Nationaal Ouderenfonds. Leuk, Noord-Holland is jouw bekend gebied. Ja. Hé, hey, maar moeten die dieren niet wat eten hebben? Ik zal even een... Ik doe namelijk ook een ek nu met een duif. Wat voor duif? Ik zal even laten zien. Nou, vredesduif. Heb je een tamme duif?
Oh, dat is wel heel leuk. Ja, ik zal even kijken, want hij scheidt meestal op commando of je dat op je kop kan doen. Wat hij meestal heeft... Wacht even. Wil je nog wat vragen aan me? Doe maar. Doe maar roepie poepie, schat. Nee, je rot op. Kom maar. Oh, het is schattig. Maar is dat niet gewoon dierenmishandeling, dit? Dierenmishandeling? Ja, dat je ze opsluit in een kooi zonder zuurstof. Ik heb niks met vogels, maar duiven vind ik leuk. Ze zijn heerlijk trouwens gegrild. Ja, wat maakt het nou uit of je nou op hebt of dat je nou opzet? Maakt er ook niet meer uit? Ja, maar ja, dit heb je met opzet gedaan, dat kan niet anders. Wat zit er nou op je mouw in één keer allemaal? Van die kutvogel is dat. Nee, niet met die lieve duifjes. Kom maar hoor. Nee, ja, gos. Zielig. Nee, maar er komt een hele grote kooi buiten, Corrie. En dan gaan ze met z'n allen in. En dan ga je ertussen staan. Wat erg. Komt u binnen? Wat is die binnen? Wat is hier, Julia? Oh, wat erg! Wat erg! Jij gaat er alleen maar op vooruit. Gewoon nu groot. Inderdaad. Nou, ik moet je zeggen, dit vind ik helemaal geen slecht huis. En een huis met wc-zicht. Nou, dat is fantastisch, ja. Hé, hey, maar jongens, wij komen jullie even, zeg maar... Een hart op de riem steken. Het is 5 jaar geleden dat wij het gedaan hebben. Ja. We hebben ja. nog wat geld over. Maar dit is de opdracht. Lees maar even voor, anders Dries. Ja. Kan je lezen of moet ik het doen? Dries, ik heb alleen die Roy Orbison-bril. Roy Orbison-bril erbij. Beste familie Roving, de afgelopen vette jaren breekt voor jullie een magere maand aan. Binnenkort zullen jullie dit huis betrekken om een maand te wonen en te leven van een inkomen op bijstandsniveau. Jullie krijgen nu eenmalig 1.000 euro voor het inrichten van dit lege huis. En daar moeten jullie alles voor kopen. Er zijn 9.000. We wensen jullie veel succes, Geer en Goor. Luister jongens, voor die 1.000 euro moet dus alles gebeuren. Hè? Dus van bestek, de borden, je banken, je gordijnen, toiletpapier, zeep, alles ook om te wassen als je een bordelijke klerenzooi. Gastendoekjes, ja. Van de vliering tot de kelder. Ja, dat is met dat rekenen. Wij hebben op een gegeven moment een baantje moeten zoeken erbij. Ja. Met camera. Centraal station. Ja. Ja, de tegels zijn nog warm van jou. Jullie deden iets voor de oudjes toch? In dat programma. Ja, daarom zijn we hier voor jou. We hebben wel echt de instelling om het echt te gaan proberen. En als het niet lukt, dan pin ik een paar roodjes. Dus ik laat jullie het huis even zien. Hey, wie is kamer voor dit? Dit is de kleedkamer van Dries. Ja, ja. De loopkast. Maar je hebt wel je cv bij je, zie ik. Ja. Er staat ook niks op. Jullie slapen met z'n tweeën, neem ik aan, hier, met z'n tweetjes. Ja, stapelbed gaan we kijken. Oh, nou, Corrie, doe dat nou niet, joh. Dit mag niet. Jongen. Nee, dit mag niet. Nee, dit is niet. En dat stond in het. Oh, hij breekt de hele boel af. Oh. Oh. Dag, Matthijs. En tot ziens. Nou, dit is nog niet eens zo verkeerd. Nou, dit vind ik dus niet verkeerd. Gezellig. Maar jongens, luister eens. Met een of andere afterparty. Jij neemt nog wel eens ergens een klokje mee of zo. Dat moeten jullie er toch doorheen komen. Jullie komen er echt wel doorheen. En zo maar. Daar is hij allergisch voor geworden, hoor. Ik kan hem ook als klamboe gebruiken, Dave. We hebben meteen ik zou hem gewoon lekker ophangen weer, jongens. We hebben meteen het vliegengordijn. Oh. Jongens, wie hebt er trek in een bakje koffie? Het is geen champagne, maar heel veel succes komende maand. Oh, jongens. Ja, dat zullen we afzien worden, hoor. Dat is eigenlijk echt. Zeker wel. Maar dan leer je ook weer een beetje te relativeren. Jullie hebben er echt aan gehouden. Ook niet stiekem nee. Het nachtleven. Nee, niet. Nee, want wij hebben één keer, zal ik je vertellen, zijn we echt door de mand gevallen. Wij zaten smiddags bij Live in Cooking of Live for You. We hebben de hele keuken leeg gevreten. We hebben alles leeg gevreten. We hebben alles meegenomen uit die koelkast. Ja. Want je gaat stelen, dat is gewoon, nou dat ken je. Ja, dat ken je. Hey. Hey. 2 weken zaten we al mis. Dan zijn we in de kapsalon gaan werken om geld bij te verdienen. Ja, oh, dat mag. Je mag wel een baantje doen, maar het moet wel zichtbaar zijn voor de camera. Mm. Dus als jij natuurlijk een bedrag krijgt voor je optreden, dat telt natuurlijk. Nee. Die 2 tientjes heb je niks. Nee. Goed, we gaan het niet over gaasjes hebben, want dan valt iedereen zo direct flauw hier onder tafel. Maar alleen voor dit gesprek hebben Gordon en ik al hier 10 ruggen gekregen. Dus heel veel plezier. Jij krijgt het zwaarste, schat. Ja, hoe dat huis eruit ziet, ik heb al goede vlekken en jeuk. Ja, hè? Maar je kan schurft oplopen hier, dat heb ik ook gehad.
Dat heb je nog, zo te zien. Wanneer ga je weg? Nou, schat. Oké, jongens. Dries, het ga je goed, jongen. Ik kom zeker even langs. Met een hele knappe fles wijn. Hé, jongens, zit hem op. Succes, hè. Doei, jongens. Nou, ik vind het echt een hartstikke leuk huis. Ik vind het ook een leuk huis. En het kunstgras, het past helemaal bij Dries. Ja. Andromedastraat, Tuindorp, Ozaan, leuk. Maar ik ben zo blij dat ik het niet hoef te doen. Als ik heel eerlijk ben... Ik gil ook naar huis. Hup. Wie was dat? Nou, ik dacht eerst dat er een sumo-worstelaar voor de deur stond. Maar dat was die man van de bowlingbaan. Hier. Er is nog eentje dat je die man niet afbrandt waar hij niet bij is. Nou ja, dat is toch enig? Ja, dat vindt hij alleen maar leuk. Het is heel aardig. Wat leuk, wie was dat dan? Er stond een enorme bowlingbal voor de deur. Bal op het oor. Nou, dat was op zich wel aardig. Wie was dat dan? Wie waar weg? Het was een meneer van de plaatselijke bowlingbal. Die hele dikke. Dat was op zich wel aardig. Wie was dat dan? Die enorme dikke kerel. Nou, dat was heel aardig. Wie was er dan? Godverdomme. Wie was er dan? Nou, gaan we gewoon normaal. Ik heb nu geen zin meer in ook. Nou, dat was heel aardig. Wie was er dan? De man van de bowling. Nee, jullie lachen. Hou eens op met de gelachen. Ja, schrijf ze uit. Ja. Jullie moeten niet lachen. Oké. Okay. Zo leuk is het allemaal niet. Nou, was heel aardig. Ja? Het was die dikke kerel. Nou, laat me zitten.